Ik ben Onno van de podcast Foundations of Amateur Radio in Australië en je luistert nu naar de Daily Minutes. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Nou, het lijkt erop alsof de griep nog steeds enige greep op mijn stembanden heeft. Daily Minutes PS heeft vandaag een onderwerp over zendamateurisme. Wat mij betreft zijn de twee meest interessante aspecten van deze zendamateur hobby de voortplanting van radiogolven en het bedenken en maken van antennes. De reden bij deze beide onderwerpen is de onvoorspelbaarheid van het resultaat. En er is ook bij deze beide onderwerpen om verschillende redenen. De tekst die hierna volgt is de podcast van deze week van Onno Benschop. Onno is zendamateur en Australiër van geboorte. Hij heeft echter een poos in het vaderland van zijn ouders gewoond en spreekt goed Nederlands. Onno heeft een wekelijkse podcastcolumn over de zendamateurhobby die doorgaans nogal spot-on is. Die van vandaag, 12 november, gaat dus over het interessante onderwerp van antennes. Foundations of Amateur Radio, zo heet de podcast. En in de woorden van Onno laten we voor de aardigheid dezelfde antenne eens op verschillende locaties vergelijken. Door de jaren heen heb ik al vele uren besteed aan het bouwen en testen van antennes. Ik heb hierover gesproken en beargumenteerd dat er in wezen een oneindige verscheidenheid aan antennes kan bestaan. Om hier een idee van te geven, stel je een eenvoudige dipole antenne voor, twee stukken draad van dezelfde lengte, aangesloten op een voedingspunt. We doen dit experiment in de ruimte, dus we houden ons niet bezig met bomen of touw of met de bodem. Daarover hierna meer. We kunnen deze dipool recht maken of we kunnen er een V-vorm van maken of over de randen buigen of elke zijde in een halve cirkel maken en ze verbinden of er een spiraal van maken of de draden knikken of buigen ze voorover of wat voor variatie ook. Elke keer dat je iets verandert, verandert het stralingspatroon van de antenne en gedraagt de antenne zich iets anders. Hoewel de antenne in essentie nog steeds als dipool kan worden beschouwd, betekent de verandering in het stralingspatroon feitelijk een andere antenne. Alleen al door die veranderingen of draadoriëntatie hebben we al een oneindig aantal antennes gedefinieerd, maar dat is slechts een oppervlakkige schets. We kunnen een oneindige verscheidenheid aan fysieke antennes bouwen. Denk eens aan het ontwerp van verticale antennes, loopantennes, logperiodische antennes, Yagi-antennes, slotantennes en Beveridge-antennes, om er maar een paar te noemen. Zodra je antennes gaat onderzoeken, ontdek je hoeveel opties er zijn en zodra je de antenne van je dromen hebt aangeschaft, begint het werk nog maar net. Bedenk om uit te leggen waarom dit het geval is, het proces van het vinden van een antenne om te kopen of om te bouwen. Je zult daarbij aan de benemende verhalen vinden van hoe geweldig een antenne is en hoe de betreffende amateur hierdoor een mug kon horen landen op de achterkant van een containerschip midden in een tropische cycloon terwijl de zonnevlekkenactiviteit zich op dat moment op een absoluut laagtepunt bevond. Direct naast die rapporten vind je het verslag van een andere amateur die beschrijft hoe zelfs zijn dummyload nog beter presteerde dan deze opstelling en nog minder kosten ook. Wanneer de voorgaande niet de voorbeelden zijn die je krijgt, zul je ongetwijfeld zowel positieve als negatieve recensies voor dezelfde antenne hebben gevonden, vaak naast elkaar. En als je ze niet vindt, dan zoek je hoogstwaarschijnlijk niet goed genoeg. Afgezien van het idee dat iemand een commerciële concurrent in discrediet probeert te brengen of dat antennes onbedoeld fysiek verschillend zijn omdat iemand er eentje misschien verkeerd in elkaar heeft gezet, is er om andere reden volop gelegenheid voor dit brede scala aan meningen. Laten we eens naar de populaire G5RV-antenne kijken, uitgevonden in 1946 door Louis G5RV, die op 28 juni 2000 overleed. De antenne is een multiband HF-antenne en er zijn genoeg mensen die ontwerpen en kits voor deze antennes aanbieden. Laten we, als we de verschillen in de ontwerpen er even buiten laten, ons voorstellen dat twee amateurs exact dezelfde G5RV uit dezelfde partij bij dezelfde leverancier gekocht hebben. Beide zetten ze hun antennes op bij hun amateurcheck of thuis en steken de zender aan om radiogolven te maken. Bij een plaatselijke barbecue komen ze bij elkaar en vergelijken ze hun aantekeningen, maar ontdekken dat de twee antennes zich totaal verschillend gedragen. Hoe is dit mogelijk? Welke andere factoren kunnen deze ervaring veroorzaken? Je zult mijn antwoord niet leuk vinden, maar het luidt: het hangt er vanaf. De hoogte waarop de antenne staat, hoe strak je hem tussen twee bomen spant, hoe je hem voedt, het type coax dat je gebruikt, hoeveel zendvermogen je zender heeft, hoe dicht de antenne bij een ander object staat, zoals een huis of een hek, welk type bodem zich onder de antenne bevindt, hoe de lokale ruisvloer eruit ziet, in welke richting staat de antenne opgesteld, op welke dag heb je hem gebruikt en tenslotte welke kleur kleding je zelf op dat moment droeg. Dat laatste is niet helemaal waar, maar het dient om te benadrukken dat er enkele verschillen bestaan die zo onwaarschijnlijk zijn dat ze lachwekkend zijn. Heb je bijvoorbeeld nagedacht over het soort boom en hoeveel blad erin zit, wanneer het gazon onder de antenne voor de laatste is besproeid, etc.?
Mijn punt is dat sommige verschillen niet voor de hand liggen, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat een antenne zich anders gaat gedragen en dat zal in de praktijk ook gewoon gebeuren. Met andere woorden, de omgeving rond twee identieke antennes is vrijwel nooit hetzelfde en dus is het antennesysteem als geheel ook nooit hetzelfde, aangezien de omgeving en de antenne samen één systeem vormen. Dit betekent dat wanneer je op zoek gaat naar een voor jou geschikte antenne, de recensies die je leest slechts een deel van het verhaal zijn. Als de antenne grondradialen nodig heeft die fysiek niet mogelijk zijn op jouw locatie, dan is het onwaarschijnlijk dat die antenne geschikt is voor je situatie, ongeacht de lopende recensies. Zoals ik al zei, heb ik in mijn tijd veel antennes gebouwd en gekocht. Ik heb er ook verschillende geprobeerd via mijn plaatselijke amateurradioclub. Ik heb ze vanuit mijn automobiel gebruikt en op talloze locaties een draagbaar station opgezet met exact dezelfde antenne. En heb dus geleerd dat, hoewel er bijna nooit over de directe omgeving van de antenne wordt gesproken, dit veruit de grootste invloed heeft op de prestaties van je antenne. Mijn aanbeveling is om een antenne te kiezen, welke antenne dan ook. Goedkoop is goed en begin. Speel ermee, verander de manier waarop je hem opzet en plaats hem op verschillende locaties. Aldus in de woorden van Onno, amateurroepnaam VK6FLAB. Onno's podcast kun je vinden op podcastsvk6flab.com. Maar veel gemakkelijker is het om bij Google in te tikken Onno Foundations Podcast. Onno Foundations Podcast. De naam van Onno's podcast Foundations of Amateur Radio laat zich vanwege een gelaagde betekenis niet goed in het Nederlands vertalen. Foundations of Amateur Radio betekent letterlijk de fundamenten van de zendamateur hobby. Maar het kan ook het opzetten of opnieuw opzetten van deze hobby betekenen. Binnen de Britse en Australische context is er nog een extra betekenis. De Foundations License in die landen is een beginnersvergunning voor deze hobby die makkelijker te behalen is dan de novicevergunning in Nederland. In het begin van zijn podcasts had Onno het meerdere keren over dat de andere amateurs, waarschijnlijk onterecht, soms op deze lagere categorie neerkijken. Ik vermoed dan ook dat Onno die met zijn kennis zonder twijfel makkelijk naar een hogere machtigingsklasse kan overstappen om te laten zien dat het anders zit, zelf nog steeds een Foundations Class license heeft. De Nederlandse vertaling van de voorgaande tekst is van mijzelf. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0.